uitleg programmamuziek. Dit is een componist. Dat is iemand die muziekstukken maakt. De componist kan geïnspireerd worden door dingen buiten hem die niets met muziek te maken hebben. Bijvoorbeeld een gedicht of verhaal. Of een schilderij. Deze componist gaat naar een museum. Hij bekijkt een schilderij. Iemand die echt kijkt, krijgt daarvoor iets terug. Wat hij terugkrijgt, is niet zichtbaar. Vandaar de stippellijn. De componist krijgt, doordat hij echt kijkt, een innerlijk beeld, een eigen gevoel. Een componist heeft het talent om dat beeldgevoel om te zetten in een muziekstuk. En dit is een gemiddelde leerling die gaat luisteren naar dat muziekstuk. En als je echt luistert, dan krijg je daar iets voor terug. De leerling krijgt een eigen indruk, beeld en of gevoel. Oeps, zie je dat? Het huis staat op zijn kop. Zijn innerlijk beeld is wat verstoord. Misschien is hij bij het luisteren door iemand gestoord. De leerling heeft het talent om zijn gevoel, beeld, om te zetten in een eigen tekening. De gemaakte tekening is het verhaal van de leerling die echt geluisterd heeft. Het laat zien wat de muziek bij hem, haar heeft opgeroepen. Kunt u wat voorbeelden noemen? Titels van muziekstukken? Goede vraag. Ik zal je wat voorbeelden geven. De vier jaargetijden van Antonio Vivaldi. Of De vlucht van de hommel van Nikolai Rimsky-Korsakov. De schilderijen tentoonstelling van Modest Mussorgsky. De dans macabre van Camille Saint-Saëns. De tovenaarsleerling van Paul Dukas. Moldau van Petri Smetana.